Hoi, hallo en welkom bij Erik J. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Bij deze is het gewoon eigenlijk meer een soort beste wensen video. Ik wil bij deze ook gelijk gebruik maken om iedereen de beste wensen te wensen. Want het is natuurlijk 2017. Hallo, hou nou eens eventjes op met het vuurwerk. Dank je. 2017, dat is het nu. We zitten nu eenmaal in 2017, dus bij deze alvast gelijk voor iedereen de beste wensen en een goed 2017. Dat het maar een heel mooi jaar voor jullie allemaal mag worden. En dat er van allerlei mooie dingen mogen gebeuren dit jaar. Ja, ik heb het heerlijk gevierd gisteravond. Ik heb het echt fantastisch gevierd. Ik heb met Jolanda lekker op de bank gezeten. We hebben allemaal leuke dingen op tv gekeken. Er waren mooie leuke shows. Het was wel wat saai op tv, want er waren niet echt leuke programma's. Ik heb Gabriel Guzman hebben we gekeken. Vond ik een toffe show. Echt super tof. En daarna was het gewoon zoeken naar een leuk programma. Ja, Ik Hou van Holland kwam. Street Lab met een karaoke show. Begreep ik niet helemaal de link met Street Lab versus wat ze normaal gesproken doen op tv. Vond ik een beetje jammer. Ja, het was geen reet op tv eigenlijk. Dus we hebben gewoon een leuke film opgezet. Om een paar minuten voor 12 natuurlijk lekker afgeteld met z'n tweetjes. En toen was het 12 uur en toen was het gelukkig nieuwjaar. Proosten met champagne en met oliebollen en appelflappen. En lekkere hapjes op tafel. Kwartel-eitjes gemaakt. Echt zo lekker. Nou ja, goed dat even te zeggen. Zo lekker en zoveel lekker gegeten hapjes, vuurwerk. Vervolgens zijn we naar buiten gegaan, hebben we een hele mooie box afgestoken. Gelachen, gepraat,
We hebben mensen rond een kampvuurtje gestaan, die hadden een ton gebouwd. Dan klinkt het echt heel, nou ziet het er echt heel fout uit. Die mensen die hadden een ton neergezet. Daar hebben ze allemaal hout in gestopt en allemaal brandbare materialen in gepropt. En dat stond lekker te smeulen en te branden. Helemaal top. Daar hebben we vervolgens ook onze kerstboom in gedoekt te zien. Die zijn we ook mooi kwijt. Wat een verhaal, hè. Wat een verhaal. 2017, nogmaals. Wat gaan we ermee doen? Wat gaan we ervan maken? We gaan het allemaal meemaken. Ik weet het niet. Nogmaals, voor iedereen die ik vergeten ben, de allerbeste wensen en een goed 2017 gewenst. En dat we er met dit kanaal en met het andere kanaal en in het dagelijks leven iets fantastisch en iets moois van mogen maken. En dat we elkaar echt gewoon weer hele mooie, en dat we met elkaar weer hele mooie herinneringen mogen schrijven. En mooie, memorabele momenten mogen meemaken. Nou, dat lijkt mij toch echt weer een fantastisch, ja, een fantastisch streven. Zo noem je dat. Ik dacht, wat is dat woord? Nou, streven. Ik wist het even niet meer. Goede voornemens. Heb ik goede voornemens? Ik heb zeker goede voornemens. Ik heb absoluut goede voornemens. Ik heb één voornemen, dat is. Ik heb er meerdere. Maar één voornemen is dat ik, ja, je ziet het nogal, hè. Ik vloek heel veel. Ik ben echt heel veel. Ik ben veel te veel een beetje, dat ik vloek, dat ik vervelend, dat ik, hè, dat. Nokken. Hoppa. Nokken. Nokken ermee. Minder. Dat dus. Voornemen. Ander goed voornemen is dat ik gewoon echt veel te dik ben. Ik ben veel te dik. Ik moet afvallen. Dat wilde ik eigenlijk bij 1 al zeggen, maar ik vond het leuk om jullie even te misleiden. Maar bij 1 hoort eigenlijk nummer 2 en dat is dat ik ga afvallen dit jaar. Ik ga echt direct, eigenlijk wil ik nu direct gaan stoppen om te gaan afvallen. Ik ga jullie lekker meenemen in mijn afvalproces, dat vind ik echt super. Dus ik ga een beetje sporten. Ik ga gewoon thuis sporten, ik ga niet naar een fitnessschool toe of whatever. Ik ga gewoon thuis graag wat oefeningen doen. En dat ga ik zo lang mogelijk volhouden als ik maar kan. Ik heb van een collegaatje van mijn werk heb ik informatie meegekregen wat het beste voedingspatroon zou kunnen zijn. Nou, dat ga ik proberen aan te houden. Dat ga ik dus doen. Dus en een beetje op dieet. En ik blijf nog steeds wel lekker eten. Want als ik gewoon trek heb en ik ga gewoon gezellig doen met andere mensen, dan ga ik het me niet. Ik mag het niet, want ik ben aan het lijden. Nee, dat doen we niet aan. We gaan gewoon lekker blijven vreten. Maar wel gewoon met conditie opbouwen en dat soort dingen. Ja, ik moet gewoon wat conditie opbouwen. Want, kijk, en dan komen we bij eigenlijk voornemen nummer 3. Komen we bij voornemen nummer 3. En dat is dat ik dit jaar een keer op Zandvoort gereisd wil hebben. En op Zandvoort. 1 januari, jongens. Het is de avond van 1 januari. Stop het. Afvallen dus. Dus als ik een bepaald gewicht heb geraakt. Ik ben nou echt over de 100 kilo. Echt, schrik niet. Over de 100 kilo. En mijn streven is dus eigenlijk om 90 kilo te gaan wegen. Mocht ik dat wegen. En mocht ik dat gehaald hebben. Dan ga ik in een single seater op Circuit Park Zandvoort ga ik dan rondrijden. En een single seater kan van alles zijn, kan over een kart zijn, maar ik heb het echt over een Formule Ford waar een Formule wagen. Dus ik wil dat echt die experience echt een keer gewoon mee gaan maken. Maar ja, hoe lichter je bent, hoe beter. Dus ik heb altijd gezegd, als ik de 90 kilo weer weeg, of de 92, eigenlijk de 92 kilo, want dat is het beste. Als ik de 92 kilo weer weeg, vanaf dat moment mag ik gewoon weer. En dan wil ik dat gaan doen, wil ik die experience gaan doen. En dan neem ik jullie kijkers thuis. Jullie neem ik mee op die trip in die single seater. En eigenlijk mee met die hele dag. Dus ik ben benieuwd of we daar dit jaar een video van hier op Erik J. kunnen gaan terugvinden. Dat is eigenlijk mijn derde voornemen. Daar zit mijn tweede voornemen aan vast. En als dat allemaal goed gaat, hoef ik niet zoveel te vloeken en te schelden. En dan hebben we gewoon 3 punten in 1. En ja, dat is mooi. Wat een mooi jaar om dit al met jullie te mogen delen. Maar goed, het is vroeg. Ik ga zo meteen lekker naar bed toe. Eerste dag van januari zit erop. Ik wens jullie nogmaals, ik doe het gewoon voor de derde keer of voor de vierde keer, een heel goed 2017. En ik hoop jullie allemaal nog dit jaar even tegen te komen, te zien en er het beste en het leukste van te maken. Zien we het gewoon even als een tof jaar. Veel plezier.
En laat even in de comments achter wat jij voor goede voornemens hebt voor dit jaar.